Het is een prachtige, sierlijke libel, de Pompeblad libel En daarom heet hij in het Nederlands ook de Sierlijke Witsnuitlibel. En hij zit vaak, dat zei de naam al, op pompenbladen. Maar van Anjontje Zantig wie er verdwenen. Bliedskip bij Eduard Peter de Boer van de Libelwerkgroep De Gienste Bieter. Oh, dit moet je eigenlijk even zien. En waarom we hier staan, is dat er een soort spectaculaire ontdekking is gedaan in dit. Het gaat hierachter zit de sierlijke witsnuitlibel, Leucorinia caudalis heet die met een duur woord. En uh, die is terug na een tijd van hele lange afwezigheid in Nederland. En dat heeft er alles mee te maken uh, dat de waterkwaliteit een tijdje erbarmelijk slecht is geweest in ons land. Wij hopen natuurlijk dat uh, met het toenemen van de waterkwaliteit dat, dat dit een eerste steppingstone is... Wat we nu wel bijna zeker weten is dat het dier terug is en zich voortplant. Dat betekent dat er waarschijnlijk volgend jaar of het jaar daarna, want er is een tweejarige larvencyclus onder water, uh, weer nieuwe, frisse sierlijke witsnuiten uit het water komen. 15 year-in gaan natuurorganisaties het beheer van deze petgarten op post. Landbouwwetter wordt eerst skinfilteren voordat het in de petgarten komen kan. Maar dat is net de De maat nog wel wat barre dus zo'n petgat als dit, dat ken ik eigenlijk nog maar op twee, mogelijk drie andere plekjes in Friesland. Maar misschien is het een kwestie van geduld en lange adem. En moeten de, de inspanningen die we allemaal gedaan hebben nog vruchten dragen. En die vruchten kunnen we dus plukken in de vorm van sierlijke witsnuiten. Maar als wij zaten dus stroggen, in, moois natuurbeheer, ja. dan verwachten ze toch dat er meer, op meer plekken in Friesland deze pompoenleid nu te vinden is. Ja, ja. En dan hoop ik uiteindelijk dat die ook op de Friese vlag terechtkomt.